Olie is alvast begonnen. Die moet en zal zelf eten. Dus ik heb nu maar een grote slabber omgedaan. Maar op zich, ze heeft de techniek wel echt onder de knie. Goedemorgen. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is woensdag. Sander komt zo thuis en het is 8 uur. En ik heb me net even aangekleed. Ik heb mijn Tommy-trui gewoon omdat hij van de binnenkant zo zacht is. En het regent buiten super hard. En het is echt herfst weer. En als ik hem nog kan vinden online, link ik hem hieronder. En ik heb die Ridley, wacht. Ik heb die high-waisted Ridley broek van ASOS aan. Als je ooit een broek zoekt, ze hebben ook in allemaal kleuren. Ik zal hem hieronder linken. Hij heet dus Ridley, dit model. En het is echt mijn fave. Bij mij zitten ze zo goed. En die Nikes. Die trouwens, volgens mij, waar heb ik ze gezien? Op Net-a-Porter of op My Theresa? Of somewhere. Ik ga ze in ieder geval even zoeken en linken. Dus dat. En ik ga Olly nu naar de crash brengen. Oké, ik ben terug van Olly wegbrengen naar de crash. En ik heb even pakketten gehaald op kantoor. Ik ga nu thuis werken, want het regent heel hard. Maar mijn favoriete persoon is weer thuis. Dus daar ben ik heel blij mee. Sander. Kijk eens wie er weer thuis is. Hey. Maar ze hebben jou niet gemist, gelukkig. Nee. Ik had zoveel leuke comments gekregen over je vlogs. Oh, cool. Thanks. Heel leuk. Wat zei je? Nee, ik had gedacht, ik moet in Dubai DJ'en. Ergens eind augustus, dat is nog niet volgende leuk. Oké. Thumbs up als je meer Sander wilt. Thumbs up. Oké, hier zijn mijn packages. Dus laten we gaan unboxen. Ik zal even alles er eerst afhalen, anders moeten jullie er allemaal naar kijken. Oké, al de pakketten heb ik uitgepakt. Tenminste, nog niet helemaal, maar wel een deel. En ik ga beginnen, dat doe ik normaal niet, met de twee beste pakketten. Namelijk van de beste website. Dus, My Theresa heb ik twee dingen besteld. En dat is natuurlijk een designer unboxing. Ik heb het zelf ook nog niet gezien. Dus in deze eerste doos zitten twee dingen. En voor één ding ben ik echt zo excited. Ik ga alles hieronder linken. Namelijk iets nieuws van Gucci. Oh, dit is zo cute. Het is een riem. Maar je kan hem ook anders dragen. Tenminste, ik ben ook van plan om hem anders te dragen. Even kijken, hoe zit dit? Zo. De riem. En dit is, kijk, hoe hard ik dan zo. Klopt dat goed? Oh, ik ben er zo blij mee. Kijk, San. Wist je dat ik dit had gekocht? Sander. Wat zei? Is dit weer gekocht? Ja, dat weet ik. Dat vroeg jij maar. Of ik dat gekocht heb. En die draag je dus zo. Bijvoorbeeld. Maar je kan hem ook over een oversized jas aan doen. Of ik dacht zelf. Nou, dat dacht jij niet. Dat heeft iemand jou voorgedaan. Kijk, ook helemaal niet goed. Maar in ieder geval om hem zo te doen. En dan aan de achterkant vast te maken. Want dat is chill. Over een t-shirt of zo. Dus. Hallo? Ik ga jullie nog wel laten zien op deze stijl. Dan weten jullie dat. Oké, dus. De Gucci tas was de eerste. En de tweede. Ik heb nu geen sieraad om, maar het is een sieraad. Want I'm obsessed met sieraden. Is een ring van Stella McCartney. Ik
hoop dat ik hem pas als je online ringen bestelt. Ik heb hem in een medium besteld. Oh, hij is zo mooi. Oké, ik pas hem om mijn ringvinger. En het is een gouden hart. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Een goud hartje. Dus dat is leuk voor mijn collection. I love it. Oké, dat was de eerste doos van My Teresa. Die dozen, zo zonde van het milieu. Ik sta de tweede box. Is een t-shirt. Want ik heb letterlijk geen één t-shirt meer, aangezien ik al mijn shirts heb weggedaan. En ik wil echt heel graag proberen om niet meer zooi t-shirts te kopen. Die zeg maar, die ik twee keer draag. Het gaat niet lukken, maar dit was een goed begin. Het is een wit t-shirt. En er staat op de voorkant Staff. En op de achterkant staat Wetemans. Dat vind ik een superleuk merk. Dus die ga ik waarschijnlijk heel vaak aan doen. En het is ook echt fijn materiaal. Dus die heb ik. En dan voor de rest heel veel beauty producten. En dan heb ik van Swim Essentials het allerleukste ooit. Een baby flamingo. En nog wat andere inflatables. Waar zien jullie baby Olivia hier al in zitten? Ik namelijk wel. Dus dat gaat mee naar LA. Dan de beauty producten. Ik heb van Dior een skin boosting super serum. Deze. Ik laat wel weten als ik het heb uitgeprobeerd. Oké, ik heb ook allemaal verschillende beauty producten. Maar daar zal ik niet helemaal allemaal over ingaan. Deze kennen jullie, die Sculpt Contour van Dior. Ik heb van Givenchy nieuwe mascara's die ik uit ga proberen. Een gel blush van Givenchy. En wat lipproducten. Deze ziet er trouwens qua kleur echt mooi uit. Daar heb ik er een aantal van. Even kijken. Ik probeer dus altijd lippenstift als een steen op te doen. Dus het gewoon er overheen te halen en dan te laten. Maar volgens mij is dat niet echt de bedoeling. Maar het is wel een mooie kleur. En nu ga ik al die rotzooi opruimen van de pakketten. En verder werken. Bibi is thuis. Het is even later en ik zit nog steeds op dezelfde plek als waar ik al vanaf 9 uur 's ochtends zit. Maar Bibi die was om 1 uur klaar, want het is woensdag. Dus die is thuis en zit even te eten. Heel veel mensen hadden gezegd dat ze het leuk vonden om weer te zien wat ik eet. Nou, ik heb vanochtend heb ik op 2 stroopwafels en 2 boterhammen met avocado. En nu eet ik 2 boterhammen met kaas. Yo, het is even later en ik heb de hele dag gewerkt, dus niet zoveel gefilmd. Dat was best wel saai. En nu gaan we eten. Ik ben heel erg moe. Ik heb eten besteld, de salsa shop. Om precies te zijn. Mexicaans. En Oli is alvast begonnen. Die moet en zal zelf eten. Dus ik heb nu maar een grote slabber omgedaan. Maar op zich. Ze heeft de techniek wel echt onder de knie. Dat is het gewoon. Kijk, ze doet het er goed op. Ja, Gijs draagt 2 grijze schoenen. Nou ja, dan gaat de helft erin en de andere helft niet. Oké, we hebben gegeten. En ik ben even naar de Albert Heijn net geweest. Want letterlijk, alles was op. Inclusief Olly's melk. Dus ik ga nu even thee zetten. En ik heb bloemen gehaald, want morgenochtend moet ik een Instagram foto maken. Dus daar heb ik de bloemen even voor gehaald. En voor de rest heb ik gehaald. Deze koekjes, die eten wij heel vaak. En M&M's, want ik probeer hem minder te snoepen. Het gaat nog niet echt geweldig. Maar goed, en natuurlijk melk. Voor baby Olivia. Dus ik ga het even allemaal in het water zetten en dan naar boven kijken wat Sandertje aan het doen is. Volgens mij is die aan het douchen. Die voelt zich natuurlijk smerig vanwege al dat vliegen en gedoe. Dus ja. Ik kom boven en Sander zei dat hij iets voor Olivia gekocht had. En hij heeft zo'n
handgemaakt shirtje waar New York City op staat voor haar gekocht. En handmade in NYC. En hij zei, kijk daarnaast. En hij heeft er zelf ook in. Dat is zo lief. Dan kunnen ze dat samen aantrekken. Echt een mooi getekend. Super mooi shirt. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En wederom gisteren in slaap gevallen. Dus bij deze nog even de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen.